Dag mensen, welkom bij vlog nummer 8 alweer. En wat gaan we in deze vlog vandaag doen? We gaan straks naar Sportclub Enschede waar het Kika toernooi wordt gehouden. We gaan daar geld inzamelen voor Kika, want die zijn een hoofdsponsor van Sportclub Enschede. Ik ben nu aangekomen bij het Hoen. Daar ga ik een bal ophalen die ik ga verloten deze week. Dus ik begin met de eerste winactie. We beginnen klein, we beginnen rustig met een bal. Maar goed, het begin is er, dus ik loop nu naar binnen. En dan haal ik dadelijk een bal op die ik aan jullie ga geven. Ja, en hier is hij met de net eromheen. Het Hoen heeft ons een bal gegund. Dus wil jij deze bal winnen? Liken, abonneren, laat een reactie achter. En dan laat ik volgende week weten wie de winnaar is. En dan stuur ik hem naar je op of kom je hem ophalen. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga nu door naar Sportclub en dan zien we elkaar dadelijk weer. Ciao! Goed, ik ben aangekomen op de club. Kika toernooi is al bezig. Een aantal wedstrijden zijn al onderweg, laat ik het zo zeggen. En kijk eens wie hier ook is. Goedenavond. Hansi! Train weer werken af. Hans, heb je een nieuwe jas aan? Ja. Een nieuwe pet, nieuwe muts? Nee, die heb ik al. Ja, ja. Normaal heeft Hansi altijd zijn Twente petje. Ja. Je te koud. Te koud, hè? Ooitjes mooi warm. Kijk. Hansi Kalleman, hè? Kalleman, hè? Gaan we eens even kijken wie de voetballers zijn. Gezellig kerstfeertje, mooi druk. Kijk, onze spelers zijn er ook. Hoe is Björn? Ja, kijk, Brian, Bram, allemaal gevoetbald. Alleen toppers voetballen hier. Sean is er ook. In de back, Sean in de back. Dit is natuurlijk het belangrijkste. Ja. Ik ga zo even kijken of iedereen er al wat in heeft gedaan hoor. John doet een tientje, ik doe er 15 euro bij in. Kijk eens, hoppa, weg is ie. Hey jongens, jullie moeten toch voetballen straks, of niet? Ik wil een kleine SO doen naar mijn eigen kanaal, Ed Ruben Luchtmeijer. Naar wie? Naar mijn eigen kanaal, Ed Ruben Luchtmeijer. En ook kanaal Ed Tim Titsing. Echt waar? Nou, doen we dat. Kleine SO. Een SO, ja? Wat wil jij? Wat zei je, Timo? Heel goed, hè? Die actie van Damien, 2 weken terug, had Sean gefilmd. Sean is onze leider natuurlijk. Die had Sean gefilmd, daar is hij echt trots op. Van die lange bal, ja. Ik denk dat de penningmeester straks, als iedereen weg is of morgen, gewoon alles in zijn zak doet. Gewoon met al het geld gewoon weggaan. Of niet, penningmeester? Ja, ik ben er wel mee eens. Penningmeester, wat ga je met al het geld doen dan wat we binnenhalen? Wat bedoel je, Schumacher? Jouw geld gaat gewoon naar justitieel in Kassenburg. Oké. Ja. Ik zal even wat eerlijk vertellen. We waren 2 weken terug een uitwedstrijd tegen Emmen, hebben jullie allemaal kunnen zien. En toen hebben Toenjay en ik iets te hard gereden in de busjes. Wij dachten dat we daar 80 mochten, maar we mochten er maar 50. Dus we hebben een flinke boete gehad, helaas. En de penningmeester die riep ons natuurlijk op een matje. En moet betaald worden. We kunnen ook een fout maken, ik ben ook maar een mens, helaas. Maar ja. Goed, de keeper van het eerste Dailand heeft het toernooi geregeld of in elkaar gezet. Zodat wanneer de teams tegen elkaar spelen en hoe laat. Ja, het speelschema, alles heb ik geregeld. Maar het is niet alleen mijn toernooi, het is gewoon van het hele eerste. Dat wordt wel heel smakelijk gemaakt. Dus je hebt het niet alleen gedaan, jongen? Nee. Ik wil graag op de vlog. En hoeveel kostte het per team Dailand? 100 euro inschrijfgeld en dat gaat allemaal naar het goede doel. En wat is dat goede doel? Kika. Kijk, en dit schemaatje van Dailand hier. Div! Hoeveel heb jij binnengehaald voor Kika dan? 2.500 euro. Asmar! Ja, wij! Jij bent Asmar, hoeveel heb jij gedoneerd? 3.000. Tanja, je hebt even geld opgehaald. Klasse Tanja, hoeveel heb je binnen? Kijk,
hij zit heel vol. Ik heb er net al wat in gedaan, maar moet weer. Kijk. Ik druk wel even aan, ja. Wat ga jij met al dat geld doen straks? Ik ga op vakantie in Curaçao. Het einde van deze vlog is bijna aangebroken. Ik heb Marcel hier achter mij. En Marcel gaat ons even kort uitleggen hoe hij heeft geregeld. Marcel, je hebt het toch geregeld? Ja. Hoe Marcel heeft geregeld dat Kika onze shirt sponsor heeft. Is. Nou, het zit eigenlijk zo, hè. We hebben eigenlijk moeite om als amateurvereniging een shirt sponsor te krijgen. Hè, vroeger betaalde je 5 of 10.000 euro voor een shirt sponsor. Ja, die tijd is geweest. Dus ik heb contact opgenomen met Kika en ik heb de rol omgedraaid. Dus wat kunnen wij voor jullie doen om Kika op shirt te mogen hebben? Nou, daar gaan ze redelijk snel mee akkoord. Vorig jaar hebben we meer een bedrag hoger dan 8.000 euro gestort. En een contract gesloten voor 3 jaar ja. Om Kika op shirt te mogen krijgen. En daarmee steunen we de jeugd. Nou, dat is natuurlijk het mooiste, dus de rol omgedraaid. En we krijgen nog wat voor terug. Dus wij krijgen eigenlijk geen geld van Kika, nee, toch? Nee, nee. Dus wij geven eigenlijk... Wij geven geld van Kika. Kijk, nou. Sportclub Enschede doet iets goeds voor Kika en die krijgen van elke sponsor, toch begreep ik, Marcel? Ja, van elk sponsorbedrag gaat er ongeveer 20% naar Kika. En ons streven is om in 3 jaar tijd, het contract is 3 jaar, 25.000 euro over te maken met Kika. Nou, kijk eens aan. Dus als je bij Sportclub komt voetballen, dan betaal je je contributie niet alleen voor de club, maar dan help je zelfs een goede doel, zoals nu Kika. Ja. Marcel, dankjewel jongen. Wat zeg je dan? Tjo! Het was een korte vlog. Vergeet niet te liken en te abonneren. Volgend seizoen maak ik de winnaar bekend van de bal die ik jullie net heb laten zien. Dus like, abonneer, dan kun je die bal winnen. En 15 januari komt de volgende vlog uit. Dus ik heb nu ook winterstop. Bedankt voor het kijken. En wat zeg ik dan weer? Tjo! Gelukkig nieuwjaar allemaal. Doei doei!